Als je ziek wordt of klachten krijgt, kan dit grote invloed hebben op je dagelijks leven. Of het nu ernstig is of maar iets kleins, samen met je zorgverlener kun je beslissen welke zorg of ondersteuning het beste bij jou past. Ik ben Ingrid, ik ben 67 jaar, moeder van 2 kinderen. Ik hou van knutselen en naaien en ik ben aan het staren geopereerd. Wat veranderde er voor jou toen je ziek werd of klachten kreeg? Er veranderde voor mij toen ik klachten kreeg. Dat ik niet meer kon knutselen. Ik naai graag. Ik kreeg de draad niet meer door de naald. Dat zag ik niet meer. Dus dat kon ik allemaal niet meer. En ja, dan zit je te zitten en dan verveel ik me. Ik kreeg een heel kort loontje omdat ik niet kon wat ik graag zou doen. Ik heb toen enkele weken moeten druppelen. Uiteindelijk bleek dat dat niet het resultaat had wat gewenst was. Ik werd doorgestuurd naar een oogarts. Samen met hem hebben we de voor- en nadelen besproken. En uiteindelijk hebben we in overleg met elkaar besloten voor een staaroperatie. Wanneer je zorg of ondersteuning nodig hebt, kan er veel informatie op je afkomen. Of je hebt veel vragen, zoals: welke keuzes heb ik? Of wat is belangrijk voor mij? Informatie helpt jou en de zorgverlener om samen een keuze te maken. Hoe heb jij informatie gekregen of gezocht? En hoe heeft het jou geholpen? Ik ben aan de informatie gekomen door de gesprekken met de zorgverlener. Zelf heb ik geen informatie opgezocht, maar ik had ook alle tijd gekregen van de zorgverlener om de vragen te stellen, duidelijke antwoorden te krijgen, wat het voor mij heel gemakkelijk maakte om uiteindelijk samen met de zorgverlener tot de beslissing te komen om de staaroperatie te laten doen. Goede zorg begint met een goed gesprek tussen jou en je zorgverlener. De zorgverlener heeft kennis over jouw ziekte of klacht en jij weet wat je belangrijk vindt in jouw leven. Vertel daarom over jouw situatie en wat jij wilt. Zo kun je samen beslissen wat het beste bij jou past. Wat heeft je geholpen om een keuze te maken die bij jou past? Wat mij het meeste heeft geholpen, was dat de zorgverlener ontzettend lief, ontzettend duidelijk was voor mij. Zodat ik uiteindelijk samen met hem de voor- en tegens tegen elkaar konden afwegen. Ik had de keuze om me niet te laten opereren. Maar dan wist ik ook dat mijn gezichtsvermogen meer en meer achteruit zou gaan. En de zorgverlener gaf me zoveel vertrouwen in de afloop, in de goede afloop, dat ik ook zoiets had. Ja, eindelijk, dan kan ik verdoen wat ik wil en zo. Dus ja, ik was er heel tevreden over. Welke tips wil je anderen meegeven? Mijn tips aan anderen zijn: schrijf vragen op. Blijf doorvragen aan de zorgverlener zolang doordat je alles begrijpt. En neem eventueel iemand mee die jou helpt daarbij als je denkt: ik kan het niet alleen, ik ga het niet alleen. Daarbij heb ik nog een heel belangrijke tip. Denk niet dat je dom bent. Domme vragen bestaan niet. Stel de vragen die je wilt stellen. Dat is het belangrijkste voor jezelf. Samen beslissen begint dus met een goed gesprek. Bereid je voor. Stel vragen. Vertel wat je belangrijk vindt. En zeg het als je iets niet begrijpt. Want je leven kan door zorg die je nodig hebt erg veranderen. Voor meer informatie kijk op www.begineengoedgesprek.nl.